Hello everybody, ik ben er weer. Back with another weekend vlog. Ik ben een beetje verkouden. Tenminste, ik ben denk ik al een beetje beter aan het worden. Het was gisteren. Was het echt heftig. Maar vandaag kan ik gewoon door mijn neus ademen. Ik heb trouwens mijn kamer veranderd. Ik heb mijn bureau nu hier. Ik wilde eigenlijk mijn bureau al lang al hier hebben. Maar ik wilde eerst mijn behang helemaal gefixt hebben en alles gefixt hebben. Totdat ik alles zeg maar naar beneden ging brengen van zolder, want daar sliep ik eerst. Maar ik had geen geduld meer. Ik wilde zo graag gewoon op mijn kamer werken. Dus ik dacht, ik ga het gewoon naar beneden brengen. Dus ik zal jullie even een quick overview laten zien. Oké, het is niet opgeruimd. Tenminste, het is wel opgeruimd, maar het is niet echt opgeruimd. Mijn spiegel moet nog steeds ook schoongemaakt worden. Dus hier staat mijn spiegel nu met die vaas. Mijn rek. Mijn bed staat nu aan deze kant. Hier mijn raam. En dan heb ik hier nu een hele grote vuilniszak. Mijn bureau staan. Dus dan kan ik gewoon lekker hier zo werken. En dan hoef ik ook niet helemaal mezelf te forceren uit bed. En dan op mijn kantoor. Of op mijn kantoor of hier in dat kantoortje waar ik meestal zit te gaan werken. Dan kan ik gewoon hier zitten. Maar luister, ik wil jullie wat vertellen. Gisteren was mijn neus dus zo freaking vol. Dat ik gewoon zeg maar met mijn mond open moest gaan slapen. Maar ik kan dat gewoon niet. Ik slaap nooit met mijn mond open. En ik besefte gewoon dat ik ook niet wist hoe ik het moest doen. Ik zat echt zo. Ik dacht echt, nee man, ik kan dit gewoon niet. Dus ik werd helemaal para. Ik werd echt para. Dus op een gegeven moment ging ik gewoon douchen. Zodat ik zeg maar dat mijn hoofd een beetje gestoomd werd door het hete water. En ik ging mijn neus masseren met heet water, warme handen. Ging neus snuiten, bla bla bla. Uiteindelijk was één neusgat opengegaan, dus ik kon weer ademen. Toen dacht ik, oké, dit is goed genoeg. En toen ging ik in bed liggen en toen had ik een beetje fix gezet. Op een gegeven moment waren allebei mijn neusgaten open. Ik was zo blij. Ik kon gewoon niet ademen. Ik werd gewoon helemaal gek. Ik werd echt gek. Anyways, ik ga nu nog eventjes werken. Ik werk tot 4:30 vandaag. En daarna ga ik mijn nagels doen. Want dit, jongens, ik wil het niet eens vanaf dichtbij zien. Dit is echt verschrikkelijk. Ik heb deze nagels denk ik echt al... Hoe lang? Dat was mijn eerste vlog sinds dat ik in Nederland kwam, hè. Dat is misschien al 3 maanden terug of zo. Nee, geen 3 maanden. 2 maanden of zo. Best wel lang. Dus dat ga ik doen. Ik wil ook nog sporten vanavond. En dit weekend heb ik eigenlijk niet echt plannen. Zondag heb ik wel lunch met mijn vader en Jurnik. Maar voor de rest... We gaan het meemaken wat we gaan doen. Oké, guys. Ik sta te wachten op de pont. Het is een beetje laat ook. Of niet? Oh, jawel. Nee. Nou, niet echt. Ik ga mijn nagels eindelijk doen. Want dit, jongens... Oh, wat verschrikkelijk. Nagels doen. En ik heb gisteren, heb ik dus met Jurnik bij de Jumbo, heb ik er van die chocoladelollies gehaald. En ik heb er vandaag echt kapot veel gegeten. Ik ga niet zeggen hoeveel. En ik ben fucking misselijk nu. Ik weet niet of het daardoor komt. Maar mijn buik is gewoon helemaal van streek. Ik ben echt misselijk. Hoi. Oké, guys. Dit zijn de nagels geworden. Er is nog een beetje stof. Ik heb gewoon simpel, oh, je ziet het nu niet heel goed. Het is heel simpel, maar ik wilde gewoon eventjes iets niet te uitbundig. Mooie roze kleur. I love it. En ik heb even een broodje gehaald. Ik heb zo'n honger. Oké, guys, I'm in the gym. En eigenlijk zou ik gisteren gaan sporten, maar gisteren volgens mij had ik geen zin of zo. En ik heb echt geen sportfit. Deze legging heb ik van Primark ooit. Primark ooit gehaald. En ik heb gewoon een t-shirt hieronder. En ik ga denk ik vandaag benen en billen trainen. En misschien ook wel mijn buik. Of gewoon alles. Ik denk gewoon alles. Want ik moet ook mijn rug gaan trainen sowieso voor de fysio. Van de fysio. En voor mezelf natuurlijk. Dus ja, ik denk dat ik alles goed ga trainen. Good morning, ik bedoel, good afternoon guys.
Het is zondag. Zondag, het is zaterdag. Ik heb me net klaargemaakt om naar mijn oma te gaan. Ik zoek mijn neusspray, want ik kan echt niet zonder mijn neusspray deze dagen. Ik ga naar mijn oma toe chillen. En verder weet ik niet wat de avond ons gaat brengen. Ik wil eigenlijk echt iets doen vanavond. Gewoon naar de film of zo. Of drankjes doen ergens. Waar is mijn neusspray? Oké. Mijn make-up zit vandaag echt heel slecht. Ik ga jullie trouwens even mijn outfit laten zien. Voor today. Mijn kamer is ook een mes. Maar ik heb dit topje aan. Van Stradivarius. Deze broek van... Hoe heet dit? Atelier Red Bull en mijn Air Force. En ik heb vandaag heel veel pakketjes binnengekregen. Dus ik ga die even met jullie unboxen. Er zit volgens mij één cadeautje van Safira bij. En ik denk iets van AliExpress, maar ik weet het niet zeker. Dus laten we kijken. Oké. We hebben 3 pakketjes, jongens. 1, 2, 3. En een brief. Hier zit een cadeautje in van Safira. Kan ik het al laten zien? Wanneer komt deze vlog? Komt er even, dus ik kan het wel laten zien. Dit is een deel van haar... cadeau. Ik heb ook nog een make-up koelkast voor haar gekocht. En... deze sloffen. Met een teddy stofje. How cute. Die zie ik ook eigenlijk. Hiermee kan ik eigenlijk gewoon naar het vliegveld gaan. Of niet? Nog 2 pakketjes. Spannend! Hier zit er een kapot voor in. Huh? Oh mijn god! Nou. Dit is het eerste. Ik weet al wat het is. Voel het. Ik zag dit dus op TikTok. Wat je dus moet doen, is hier water in doen. En dan in de vriezer. En dat doe je zo. En dan zit er dus zo'n bol met ijs. En dan moet je zo doen op je huid. Het is verfrissend. En het is goed voor je huid. Oké. Dat is 1. Dit is denk ik een zonnebril. Denk ik. Deze, oh, deze bril ga ik nu opdoen. Het is gewoon geel, hè? Kijk. Oké. That's exciting. Ik heb een bikini. Gelukkig is deze op tijd binnengekomen. Oh, fel! Deze bikini. Heel cute. Ik denk dat die wel past. En het topje. Deze heb ik van AliExpress. En volgens mij... oh, dit is wel heel groot een beetje. Nou, dat is toch goed? Nee. Ik heb niet zo'n grote tieten. Dat past goed in je tieten. In mijn tieten. Dan hebben we, wat zal het zijn? Ik heb echt geen idee. Wat de fuck is dit? Oh, dit is voor mijn camera. Dan hoef ik hem niet zo'n groot ding vast te houden, maar dan kan ik dit erop draaien. En dan kan ik hem ook zo laten staan. En dan kan ik bijvoorbeeld zo doen. En dan, hoi, sablablablabla. Ja, heel handig. En dit. Dit is voor de vakantiebestemming. En voor deze auto. Zodat ik mijn telefoon erin kan doen. Want we hebben er nu eentje, als we het erin zetten. Als je gaat rijden, dan klipt je telefoon eruit. Dus deze is denk ik wel handig. Gaan we zo meteen even uittesten. Hij ziet er een beetje onstabiel uit. Testen. Next.
Junik! En deze heb ik dus al in het... Welke kleur heb ik? Blauw? Juist, in het blauw. Maar ik heb dus nu een grotere maat genomen, want die andere was veel te klein. Hopelijk past deze wel. En hier zit zeg maar zo'n detail-achtig iets op. Heel cute. Past ook op mijn nagels. Oké, dat was alles voor... Nee, er is nog eentje. AliExpress. Oh. Het volgende... Een schaar hier of zo. Ah. Een VJJ stomer. Is dat nou? Oh! Dit is dus voor de ladies voor down there. En de herbs. Ik weet niet wat er allemaal in zit. Zal ik even kijken. Het is allemaal biologisch. Er zit rozemarijn in, framboosblad, goudsbloem. En dit kun je dan over je wc zetten. En dan... Ik weet het eigenlijk niet. Dit hierop of zo. Maar waarom moet het water dan? Het moet toch stomen? Nou, hier zit een hele handleiding bij. Dus dat moet ik even doorlezen. So excited. Ze hebben mijn naam gezet. Kioma. Bedankt voor je vertrouwen. En ik kan natuurlijk altijd deze gewoon blijven gebruiken. En dan verschillende soorten kruiden kopen. Want er staan heel veel verschillende ervan. Ook bijvoorbeeld alleen van lavendel of zo. Of dingen. Dus ja, nou dat was het jongens. Bye guys. Het is een couple of hours later. Ik ben met mijn oma. Mijn oma heeft hier een hele gastenkamer of zo. En dit bed kan de rug of de dinges kan omhoog. De matras kan omhoog. Dus ik ga het even uitproberen, want ik ga lekker chillaxen hier zo. Hier zo moet hij omhoog. Of niet? Oh my god. Dit is amazing! Ah! Oh, heerlijk! Ik wil ook deze matras, oma! Koop voor ma! Good morning, everybody! Het is middag. Het is 12:30. We gaan nu naar Rotterdam, naar mijn vader toe. Om lekker te lunchen. Zo ja, en we zijn gisteren trouwens... Ik ben mijn oma blijven slapen. Junik was al in slaap gevallen. En volgens mij was mijn moeder ook in slaap gevallen. Dus ze zijn uiteindelijk maar daar blijven slapen. Ze liep in de jas op. In de jas op? Zo lang. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, we gaan nu lunchen met mijn padre. En daarna willen we nog even... Ik moet sowieso een jurk terugbrengen van de Zara. En misschien dat we nog even wat van drinken of eten daar zo. We will see. Hey guys, we zitten bij Bellissimo Cheaté. Oh, we zitten bij Bellissimo Cheaté. Junik heeft ijs en ik heb een crepe besteld. Ja. En ik heb mijn settings veranderd, maar volgens mij moet ik weer terug veranderen, want dit ziet er niet uit. Het lijkt alsof ik groen ben. Zie je dat? Andere kleur. Ja.